En waar zullen we nou weer wezen? Nou ja, jullie zien het wel, toch? En wie hebben we hier? Lady hebben we hier. En Beauty hebben we hier. En oh. Gebrek aan hoge druk. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 15 mei 2022. Het is nu 7:30 in de ochtend. En we zijn lekker onderweg. Ja, lekker naar huis. Hé, hey, hoe toevallig. Ja. Dus, maar we krijgen toch nog een aantal x tegenslagen op de weg. Ja, twee. Dus, maar we gaan het zien. We gaan het bekijken. Hé, schat? Ja, Ro die vindt het nu fijn nog met deze auto om blik op oneindig op de weg te houden. Maar dat wordt binnenkort anders. Ja, en dat gaan we vanzelf wel zien. Aankomende week. Yep. Wat er gebeuren gaat. Dus ik zou zeggen, wij wensen jullie gewoon weer heel veel kijkplezier op deze nieuwe vlog vandaag. But I'm coming out of my shell, and I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. And nobody here now, but I hear you calling out.
En waar zullen we nou weer wezen? Nou ja, jullie zien het wel, toch? Bij de Jumbo. Nee, maar hou op, schei uit. Heb ik nou al bijna... Nee, vind ik niet leuk, lief. Stop daarmee. Dank je. Maar we gaan nu even weer kijken en ik neem jullie gewoon weer mee. Kijk maar waar we naartoe gaan. Zo, dat is wel heel weinig. Trip op, nou. Nou, pak dan. Pak je vlaai. Je hebt daar worst, je hebt de 4 euro. Nou, nee. Deze deur niet. Nee. Het is voor mij helemaal niks wat erin zit. Nee. Nope, nada, niente. Nothing. Nothing. Jammer. Ja. En hoe duur? Nou, oké. Okay. Wat? Deze kaas is goedkoper dan bij de andere. Welke? Deze. Ja, welke deze? Alsjeblieft, wijzen. Welke kaas is het? Welke? Welke kaas haal jij dan? Mijn kaas. Oh, oké. Okay. Bijna 8 euro betaald bij de Aldus. Bij wat? Bij de Aldus. Aldi dus. Aldi. Nee. Oké. Okay. Schat, ik ben een beetje traag van begrip. Dus als je gewoon normaal... Ja. Ik ben een beetje traag van begrip. Ja, oké. Okay. Ik ben een beetje doof omdat er water in mijn oor zit. Dan moet je... Zo. Hoor je mij dan wel? Ja, dan wel. Nou, doe je dat toch? Laat van binnen hoor ik wel. Ja, we hebben even boodschappen gedaan. Ik ga nu even inladen in de auto. Ja, is heel erg handig, maar ik wacht even. Ja, yep. Ik ga even wachten. Kijk, dan gaat deze man hier achter mij weg. Dan kan ik even die kant op en dan kan ik naar de achterbak, achterklep. Nu nog van deze auto, nu nog. Ja, jullie horen het goed. Nu nog wel. En wie hebben we hier? Lady hebben we hier. En Beauty hebben we hier. En al... Bij gebrek aan hoge drukspuit. Nou, bijna. Ik wil er dichterbij gaan staan. Ja, nou ja, je kan buiten gaan staan. Ja, dat kan. En neem anders eventjes en de twee zusjes mee eventjes naar buiten. Hoi. Moet ik hem weer even vullen voor je? Ja. Ja? Oké. Okay. Als kleine kinderen maar zoet zijn, zul je me zeggen. Hé, schat? Is leuk, hè? Ja. Hè? Ja. Is toch leuk? Is toch handig? Moet je anders een emmertje hebben? Ja. Even met touw en alles eventjes naar beneden hijsen. Hé. Hey. Moet je een spons hebben zo? Hè? Huh? Wat? Spons. Ja, ook dat, ja. Zo, we hebben net lekker gegeten. Joho. En ja. Zo weer aan het uitgroeien, jongens. Kun je nagaan. Het gaat hard. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Geeft allemaal niet. Nee hoor, vind ik helemaal niet erg. En ja, we hebben echt lekker gegeten. Ik zal even zo'n foto erbij plaatsen. En Rodi heeft ook wel gegeten. Alleen voor hem hoeft hij het niet altijd. Maar dat snap ik ook wel. Maar het was wel aan te doen, nog niet? Ja. Ja hoor. Ja hoor. Dus ja. Rodi gaat zo lekker naar huis, want die moet morgenochtend weer werken. Ja, je mag weer vroeg uit. En wat ik nog ga doen, geen idee. Zometeen, ja, straks sowieso vanavond de hondje nog uitlaten. Misschien dat ik ze wat eerder doe, ik weet het niet. Maar dat komt ook wel weer goed. Ja, man. Degelijk wel. Alles komt goed. Alles. Hoe doe je dat en zo rustig? Jij neemt je Lanja mee of hou je die hier? Maar even een vraag op de Lanja. Neem je die eentje mee of hou je die alle... Ik neem ze alle drie wel mee.
En naar de keuken, juist goed. Ik vind hem aan het beste, jongens. Vind ik leuk. En dan gaat de buurman weer een loopje doen met zijn hondje. Wil je nog wat vertellen aan tegen de kijkers? Wil je het over je heen hebben? Ja, is goed. Dankjewel. Dat is lekker, hè? Ja, heerlijk. Ja. Nou, jij lekker werk vanmorgen. Wel rustig voor straks. En ik film je toch wel weer zo meteen bij de auto. Heerlijk. Ja, dat is mooi. Neem je die andere plu ook mee? Ja, was die achter die tas, bij de deur. Ja. Nee. Oh ja, Bolly vangen. Ja, meneer Bolly. Ja. Mag jij ook nog even doen? Meneer Bolly vangen. Ook goed. Hoe reden? En dat andere woordje, die en die ik iedere keer fout zeg? Later? Nee. Andere taal. Morgen? Is morgen? Nee, Russisch of zo is dat. Dat is bedankt. Maar weet ik het. Laat maar weten. Nee. Banana. Juist die. Banana. Lekker. Ja, banana, nee. Manana. Nee. Je begrijpt wel in welk woord ik bedoel. Vertel. Mayana, toch? Zoiets? Nee. Maar nee, gewoon even vertellen. Ik ga dit weer opzoeken ook, hè. Manjana. En dan nu even jou, hoe jij het zegt. Manjana. Oké. Okay. En wat betekent dat? Morgen. Morgen, oké. Okay. Ja, later. Werk, slaap lekker. Wiedersehen. Ja, is goed. Morgen. Ja, is prima. Doei. Even mijn laatste rondje met de hondjes. Ja. Dat is lekker, hè? Blaadjes eten. Beauty, kom. Hier. Hey. Beauty. Lof. Zo. Beauty. Kom. Op de stoep. Beauty. In. Oh, goed zo. Dat is pas braaf.
Doei. Ja, ga daar lekker tegenaan. Piezen, schat. Helemaal goud. Wachten, dames. Dat betekent dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan zeg ik, zoals altijd, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloed. Nieuwe.